In alle vroegte heeft een arrestatieteam dinsdag een inval gedaan in Tiel, dat in verband staat met een landelijk onderzoek. In dat verband waren er ook invallen in Utrecht, Nieuwegein en Vianen. De politie heeft vanochtend 8 invallen gedaan op verschillende adressen, waaronder hier in Tiel, in de wijk De Hennepen. We zien ook dat er een inval heeft plaatsgevonden, want we zien een houten schot voor de voordeur. We hebben ook gesproken met een bewoner van het huis, een vrouw, en ze stond op straat met haar badjas en haar slippers nog aan. Ze zei dat ze geschrokken was van de politieinval. Ook gaf ze aan dat ze geen idee had waarom de politie bij dit adres was. De politie heeft aangegeven dat de inval te maken heeft met een lopend onderzoek. Het is niet zomaar een onderzoek. Zwaar bewapende personen, agenten, staan hier voor de deur. Dat is overigens voor de mensen die de zoekingen doen, dus voor de agenten die op dit moment met de zoeking bezig zijn. Daar is de beveiliging nu dus voor nodig. Straks als dat klaar is, gaan al deze mensen gewoon weer weg en kan alles weer zijn gang gaan hier in de buurt. De invallen hebben vermoedelijk te maken met het 26 Marengo-onderzoek dat te maken heeft met de Mokromafia. Een groep hoofdzakelijk Marokkanen die handelen in drugs en niet terugdeinzen voor geweld. Zo werden in het 26 koperonderzoek in diezelfde plaatsen waar dinsdag invallen werden gedaan, eerder al, in 2015 was dat, een grote hoeveelheid wapens gevonden en geprepareerde gestolen wagens aangetroffen. Dat gebeurde ook in Maurik. De vermeende leider van die groep woonde destijds in Tiel en is inmiddels veroordeeld voor betrokkenheid bij liquidaties.